Laatst zat ik op Facebook en toen kwam ik erachter dat hij nog steeds op Engels stond. En dat begon ik nou wel een beetje vervelend te vinden. Dus ik ging er veranderen naar Nederlands. En toen kwam ik erachter dat Facebook wel een aantal hele rare talen binnen het lijstje heeft staan. Kijk maar even mee. Nou, welkom op mijn Facebook. Waar heb ik het nou precies over? Ik ging naar talen toe. Dus ga hier naar boven. En dan naar settings. En dan links... taal of language. Hij staat nog steeds in het Engels. Ja. Nou, als je dus op dit minuutje klikt, krijg je een hele lijst met verschillende talen. En daar stond bijvoorbeeld English Pirate tussen. Dus ik denk, ja, English Pirate. Wat moet ik daar nou weer van verwachten? En het is eigenlijk vrij letterlijk wat er staat. Hij verandert je hele Facebook in het, naar piraats in het Engels. Dus als ik nu op opslaan druk... Ja, dan kan je bijvoorbeeld hierboven al zien Homeport. En ja, alles staat dus in het piraats nu. En ik moest daar eigenlijk best om lachen. Ik vond het wel leuk dat ze daar de tijd voor hebben genomen. En ik vond het ook zeker leuk om dit te delen dan. Maar ook nog een andere die mij opviel. English Upside Down. Oftewel, je hele Facebook wordt omgedraaid. En ik zou niet weten waarom je dit zou willen. Dat is natuurlijk super irritant. Maar ja, wel erg leuk. En zo heeft Facebook dus nog steeds een aantal verborgen dingen die leuk zijn om te weten. En dit is daar eentje van. Of het echt leesbaar is, ja, dat laat ik maar eventjes in het midden, want ik zou het niet weten. Ik vond het erg lastig om dat piraten te kunnen lezen. Maar ik vond het wel erg leuk om te zien. Vond jij dit ook leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef ook even een duimpje omhoog en laat een reactie achter. Dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.